Welkom dames en heren. We zijn hier vandaag bij de aanlevering van de jonge hengsten voor het centrale onderzoek. U ziet hier al twee paarden in de baan. Ze worden nog even door de jury beoordeeld op zuiverheid van de gangen. Nummer 11 is Detmer van Kluiterp. Dat is een jonge Alvin. Uit een keer een Teeuwers. Van de fokker van de combinatie De Vries Wiewert. Eigenaar is T. de Boer en E. Kramer uit Sint-Johannesga. De rijder is Kenna Bakker. En Kenna Bakker is degene in het roze shirt. Degene met het rode shirt, dat is Douwe van Weertshof. Gereden door Sabine Loenhorst. Dat is een jonge Omer uit een Duitse moeder. Fokker-eigenaar is H. van de Weert uit Beemte, Broekland. Also welcome from the people from abroad. Today is the delivery of the stallions for the central examination. You see two stallions at this moment. Stallion number 11, that's the lady in the pink shirt. It's Doerde van Kluiterp. And the stallion with the lady of the red shirt, that is Sabine Loenhorst, and that's Douwe van Weertshof. Graag gedaan. Bedankt.
In verband met de iets slechtere internetverbinding proberen we het even op deze manier om er iets van geluid bij te krijgen. De paarden gaan nu over in stap. En ze mogen nu weer aandraven. Nu weer een overgang terug naar de stap. Weer aandraven. Lange zijde een paar passen verruimen. Lange zijde een paar passen verruimen. Linker galop wordt nu gevraagd. In de galop ook een pasje naar voren, even verruimen op de lange zijde. Overgang naar de draf. Nu wordt gevraagd op grote volt even hals te strekken. Nu de overgang naar de stap. Dit is Faust B. met Marijke Boelen. Dat is nummer 8. Dat is een jonge Maurits uit een Heidse moeder. Fokker is Jeanette Leuzing uit Loe Aldebroek. En eigenaar is R.J. Vos, Wijk en Aalborg. Marijke heeft een grijs shirt aan, dat hebben ze beide. Maar Marijke heeft iets langer haar. Tweede paard is nummer 21. Dat is Detmer van der Ridderdiek. Dat is een jonge Omer uit een Ulke moeder. Fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Harvard. Detmer wordt gepresenteerd door Jacob van der Heijden. Er wordt nu gevraagd om een overgang te maken naar de draf. Om de reacties van de paarden te zien, hoe ze reageren.
overgang naar de draf. Rustige arbeidsdraf. Overgang naar de stap. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap en even van hand veranderen. We krijgen nu de presentatie op de rechterhand. Overgangen naar de arbeidsdraf. En weer terug naar de arbeidsstap. De lange zijde wordt gevraagd om een pasje te verruimen. Alles onder zoveel mogelijk ontspanning en balans.
Helaas is de internetverbinding hier niet heel erg goed. Dus we kunnen op dit moment niet betere beelden en beter geluid maken dan het nu is. We proberen wel vanavond deze beelden nog online te zetten. Direct op Facebook. Dus dan kunt u het op die manier ook nog altijd even nakijken. Klein pasje naar voren galopperen. Overgang naar de arbeidsdraf. Om de grote volte paard even de hals laten strekken. Rondom de jury. Overgang naar de arbeidsstap. En de paarden, de ruiters worden bedankt voor de presentatie. En u worden nu gepresenteerd de paarden uit groep 4. Danny van der Alden met de Maarten, nummer 3. Dat is in het groene shirt, wordt gereden door Gemma Sas. En dan hebben we nummer 31, Fappe van Gorsveld, gereden door Corina Corradi van de Bund. En die is in het zwart. Danny van de Alde Metemaat is een Johannes uit een Anne. Is gefokt door Anton Schut uit Hengelo en een eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. En zoals ik al zei, wordt gepresenteerd door Gemma Sas in het groene shirt. Nummer 31 is Foppe van Gorsveld. Is een jonge hessel uit een beert. Fokker is F.H. Ter Breteler uit Hengevelde en eigenaar. Is de gebroeders van Manen en A. Thomassen uit Ede. En wordt gepresenteerd door Corina Conradi in het zwarte shirt. De paarden worden beoordeeld op zuiverheid en bruikbaarheid vandaag. En zoveel mogelijk in ontspanning hun overgangen te laten zien aan de jury. Eerste rondje stappen. En daarna worden overgangen gevraagd. Een paar pasjes verruimen wordt nu gevraagd.
wel actief schakelen, maar zoveel mogelijk ontspanning te laten zien. De rechter galop wordt nu gevraagd. De lange zijde iets verruimen. Overgang naar de draf. En daarna naar de stap. En dan mogen ze van hand veranderen. Krijgen we dezelfde presentatie op de linkerhand. Korte stukjes. Overgangen naar de draf en weer naar de stap. De lange zijde wordt gevraagd om te verruimen. En dan wordt gevraagd om in de linker galop aan te springen.
En een pasje naar voren galopperen. Overgang naar de arbeidsdraf. En op de grote volte rondom de jury. Paarden proberen de hals te laten strekken. Dan was dit de presentatie van nummer 3, Danny van Alden met de motor, en nummer 31, Fappe van Gorsveld. Krijgen we nu de volgende presentatie van de hengsten nummer 22 en 24. Nummer 22 is Ernst K. Wordt gereden door Kenna Bakker. Kenna Bakker heeft een roze shirt aan. En nummer 24, eerste van de Groene Steeg. En wordt gereden door Sabine Loenhorst. Sabine heeft een rood shirt aan. Nummer 22, Ernst K. is een jonge Marcus uit een Rindert. Is fokker-eigenaar is Hendrik Kupers uit Oosterend. En zoals ik al zei, wordt gereden door Kenna Bakker. En Kenna heeft een roze shirt aan. Sabine met het rode shirt rijdt op eerste van de Groene Steeg. Dat is een jonge Alwin uit Den Harmen. Fokker is B.M. Bulthuis en B.P. van Tevelen uit Wamel. En eigenaar is Toeterij Galapper uit Berken en Rode Reis. Paarden worden eerst getoond in stap, om zoveel mogelijk ontspanning ook even te krijgen. Kleine stukjes overgangen naar de draf. En weer naar de stap. Rustig in de draf, in de stap, zoveel mogelijk balans laten tonen. De lange zijde wordt gevraagd om de paarden een beetje meer te laten schakelen.
Een beetje verruiming. Rechter galop aanspringen. Een paar passen verruimen. Overgang naar de stap. En dan van hand veranderen. Overgang naar de arbeidsdraf. En terug naar stap. En weer aandraven. Korte stukjes met overgangen wordt gevraagd. Een paar passen verruimen. Linker galop wordt gevraagd. Thank you.
Dit was de presentatie van nummer 22, Ernst K. met Kenna Bakker. En nummer 24, Eester van de Groene Steeg met Sabine Loenhorst. Inmiddels krijgen we de volgende groep in de baan. Dat is Frederik van de Markstaten. Die wordt gereden door Age Akkema. Age heeft een grijze poloshirt aan. En nummer 49, dat is Fappe van de Polen. Gereden door Henny Roffel. En Henny is vandaag in het zwart. Age rijdt op Frederik van Markstaten. Dat is een jonge Johannes uit een anders moeder. De fokker is Maatschap Hofstij uit Gorredijk. En de eigenaar is familie Akkema uit Siegerswoude. Henny Roffel, helemaal in het zwart, rijdt op Fappe van de Polen. Fappe is een jonge Hessel uit een Jisse moeder. Fokker-eigenaar is mevrouw P.M. Anema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Nogmaals, excuses voor de slechte verbinding. We hebben hier heel slecht internet. We gaan aan het einde van de dag gaan we alle beelden nogmaals live uploaden. Zonder haperingen, dus dan kunt u het nog één keer goed nakijken. Gevraagd wordt overgangen te rijden naar de stap en naar de draf. Een paar passen verruimen aan de lange zijde. Even rustig ontspannen, maar dan actief opschakelen. Zo naar een mooie actieve draf. En willen we graag beide lange zijden een aantal keer zien. We nemen daar rustig de tijd voor, een paar vooral. Niet op veel water. Rechter galop aanspringen. Nee, dat mag in de hoek, dat mag op de cirkel, wat je maar wat mij voorkeur heeft. Oké. En ook in de galop gaat de beide lange zijde hier even de galop pas verruimen. Lange zijde, de galop pas iets verruimen. Overgang naar de draf en daarna stap en dan van hand veranderen. Thank you.
Zelfde presentatie wordt gevraagd voor de linkerhand. Dus overgang naar de arbeidsdraf. En weer naar de stap. Klein stukje draven. Weer terug naar de stap. Lange zijde weer. Een paar passen verruimen. Linker galop wordt gevraagd. Ook in de linker galop een paar passen verruimen op de lange zijde. Terug naar de draf. Grote volt op het midden. En paarden de hals laten strekken. Bedankt voor de presentatie. Het was nummer 12, Frederik van Markstaten, gereden door Age Akkema. En nummer 49, Fappe van der Polen, gereden door Henny Roffel. Komt nu de volgende groep. Het is nummer 50, Doer de Haar, gereden door Marijke Boelen. Marijke is in het roze shirt. Dat is nummer 50. En dan krijgen we nummer 56 van de Quartaligus. Dus Alvier Woldman. Gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer is in het zwart vandaag. Marijke Boelen rijdt Doerde H. Doerde is een jonge Alvin uit een Mijnse moeder. Fokker-eigenaar is WHP Hendricks uit Reuzel. Nogmaals, Marijke is in het roze vandaag. Nummer 50, Alpier Woordman. Dat is een jonge Tjalle uit een harmen moeder. Fokker is iets in de Friese Droegham. En eigenaar is Faike Haltrap uit Baiem. Alpier Woordman wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer is helemaal in het zwart vandaag. Paarden worden eerst weer getoond in stap. En dan vragen ze weer wat overgangen te rijden. Een paar overgangen van stap naar draf en weer terug.
gevraagd wordt een paar passen te verruimen aan de lange zijde. Nog één keer de pas verruimen en daarna wordt gevraagd om in de linker galop aan te springen. Ook in de galop wordt gevraagd om een paar passen te verruimen. Overgang naar de arbeidsdraf. En daarna stap en dan van hand veranderen. Krijgen we dezelfde presentatie op de rechterhand. Overgangen naar van de stap naar de draf en weer terug. Weer aandraven. Dan een paar passen verruimen op de lange zijde. Nog één keer verruimen. Daarna wordt gevraagd om in de rechter galop aan te springen. Ook in de galop een paar pasjes naar voren galopperen. Thank you.
terug naar de arbeidsdraf. En in het de grote volt in het midden van de arena mogen de paarden de hals laten strekken. Overgang naar de arbeidsstap. En dan worden deze twee ruiters bedankt voor hun presentatie. Dit was de presentatie van Doerde H, nummer 50 met Marijke Boelen. En nummer 56, Alfier Wortman met Jelmer Ketelaar. Krijgen we nu nummer 27... Dries van de Westerijn, gereden door Sabine Loenhorst, nummer 27. Sabine rijdt in met een rood poloshirt aan. En nummer 38, Friese van de Maria Louise Hoeve, gereden door Kenna Bakker. En Kenna heeft een roze shirt aan. Nummer 27, Dries van de Westerijn, met Sabine Loenhorst, is een jonge omer. Uit een Ariën moeder. Fokker is AFPW Kamminga uit de Westerrijn. En eigenaren zijn P en M Tank uit Vragender. Nummer 38, gereden door Kenna Bakker. Met het roze shirt. Dat is Friese van de Maria Louise Hoeve. Dat is een jonge Marcus uit een Olaf moeder. Fokker is Maria Louise Hoeve BV te Lunteren en de eigenaren is de heer M. Hendriksen uit Lunteren. Gevraagd wordt weer overgangen te rijden, korte stukjes naar de draf, weer naar de stap. En weer naar de draf, en weer naar de stap. Lange zijde mogen ze een paar passen verruimen. Overgang naar de rechter galop. Om de paar passen verruimen op de lange zijde.
overgang naar de arbeidsdraf. En in stap. En dan van hand veranderen. Krijgen we nu overgang naar de arbeidsstraf en dan weer naar de arbeidsstap. Lange zijde gaan ze nu een pasje verruimen. Mogen ze nu aanspringen in de linkergalop. En in de galop. Even activeren aan de lange zijde. Een paar passen verruimen. Overgang naar de arbeidsdraf. We mogen de paarden op de grote volt in het midden de hals laten strekken. Overgang naar de arbeidsstap. Dan ga je mijn hals trekken. En dan was dit de presentatie van nummer 27. Dries van der Westerijn. Gereden door Sabine Loenhorst. En nummer 38. Friese van de Maria Loewe. Van de Maria Louise Hoeve, gereden door Kenna Bakker. Krijgen we nu groep 9. Dat is nummer 39. Frodo van de Oenema Wai. Gereden door Corina Conradi. Corina is helemaal in het zwart. En nummer 59, Bint van een lege Gingen, gereden door Age Okkema. Age heeft een grijs poloshirt aan. Die wordt gereden
Nummer 39, Frodo van de Oenemawaai. Is een jonge beert uit de Mensenmoeder. Vakker is Piet Brouwer uit Terkappelen. Eigenaar is Rudy Rienstra uit Wommels. Frodo wordt gereden door Conradi, helemaal in het zwart. Nummer 59, Bind van de Lege Gien. Gereden door Age Akkema. Dat is een jonge hessel uit een Sjallemoeder. En de fakker-eigenaar is Ties Vopma uit Gouw. De ruiter is wat gevraagd om een paar korte overgangen te rijden. Stap naar draf. En weer naar de stap en weer naar de draf. Op de lange zijde mogen ze een paar passen verruimen in de draf. Nog één keer op de lange zijde een paar passen verruimen. En dan mogen ze in de rechtergalop aanspringen. Ook in de galop mogen ze een paar passen verruimen. Overgang naar de arbeidsdraf. En daarna in arbeidsstap en dan van hand veranderen.
Even ontspannen. En u wordt weer gevraagd om overgangen te rijden van de stap naar de draf. Beide lange zijden een paar passen verruimen. Overgang naar de linker galop. En ook op de lange zijde een paar passen verruimen. Terug naar de arbeidsdraf. Op de grote volte rondom de jury. Paarden de hals laten strekken. Strekken en een overgang naar de arbeidsstap. En nog een lange teugel laten stappen. En dan was dit de presentatie van Frodo van de Oenemawaai. Gereden door Conrida Conradi. En Bint van de Lege Gien. Gereden door Age Akkema. Nu in de baan hebben we nummer 57. Dat is Amano. Gereden door Miranda Wulms. Het paard Doerde van de Marne is niet aanwezig. Wordt niet aangeleverd. Daarom is in de baan en nog even gebleven Corina van Conradi om even Amano een beetje rust te geven. Amano moet zich nog selecteren voor het centraal onderzoek.
Het is zeg maar de derde voorrijdag. Doet hij hier. Amano is een Tjalle keer Deutschen. Vakker-eigenaar is W.H. Janssen uit Venlo. Ook nu wordt gevraagd een paar korte pasjes te draven en dan weer te stappen. Overgang naar de arbeidsstap. En weer aandraven. Terugschakelen naar de stap. En weer aandraven. Een paar passen verruimen. Overgang naar de linker galop. De lange zijde wordt gevraagd om een paar pasjes te verruimen. Overgang naar de arbeidsdraf.
En dan naar de arbeidsstap en van hand veranderen. Ook rechtsom. Overgangen naar de arbeidsdraf en weer naar de stap. Paar passen verruimen aan de lange zijde. Paar pasjes verruimen. Doe nog maar één keer. Hij moest onderweg even wat kwijt. Dat is meestal niet de relaxte van. Overgang naar de rechtergalop. Hoefslag volgen en een paar passen verruimen. Vooral weer aandacht besteden aan terug laten komen naar de arbeidsgeloof. En dan mag ik nog één keer doen, Miranda. Op de grote volte wordt gevraagd om het paard de hals te laten strekken. Overgang naar de arbeidsstap. Dit was de presentatie van Amano. De jury moest even overleggen, maar besloten is dat deze hengst niet doorgaat met het centraal onderzoek.
We gaan door met groep 11. Dat is de laatste groep van jonge hengsten. Dat is nummer 33. Daan van de Maaikaarden. Dat is een hettekipier. Wordt gereden door Sabine Loenhorst. Sabine is nog steeds in het rode shirt. En nummer 52. Auke van Hilberalti. Auke is een jouwe Kinorbert. En wordt gereden door Kenna Bakker. En Kenna heeft een roze shirt aan. Nummer 33, Daan van de Maaikaarden. Gereden door Sabine Loenhorst. Is een hette uit een piermoeder. De fokker is mevrouw A. Bloemendaal uit Lunteren. En de eigenaar is W.E. Lokhorst en mevrouw A. Bloemendaal uit Lunteren. Nummer 52, de Auke van Hilberalti. Gereden door Kenna Bakker in het roos. Is een jonge jouwe uit een Norbertmoeder. De fokker is B. Veldhuizen uit Putten. En de eigenaar is T. de Boer en B. Veldhuizen uit Sint-Johannesga. Aan de lange zijde mogen ze een paar passen verruimen. Mogen ze aanspringen in de rechter galop. De lange zijde paar passen verruimen. Terug naar de arbeidsdraf. En terug naar de stap. En dan van hand veranderen. En dan volgen weer wat korte overgangen op de linkerhand.
Dan mogen ze weer een paar passen verruimen op de lange zijde. Overgang naar de linkergalop. En de passen verruimen. Paar passen verruimen aan de lange zijde. Overgang naar de arbeidsdraf en op de grote volde. Probeer het paard de hals te laten strekken. En een stap overgaan. En dan was dit de presentatie van Daan van de Maaikade. Gereden door Sabine Loenhorst. En Auke van Hilberaldi. Gereden door Kenna Bakker. We krijgen nu de presentatie van de verkort onderzoek hengsten. U ziet nu de hengst Joppe. Joppe wordt gepresenteerd door Diederik van Silvoud. Er wordt gevraagd of Diederik in stap over wil gaan. En er wordt gekeken hoe het paard zich verhoudt in stap. En dan wordt gevraagd om een paar overgangen gemaakt te maken in, naar de draf. Joppe is een jongen, of een jong. Joppe is een Maurus, Kier Jasper. De fokker is H. Sigma uit Noordweg Kloosterschool. En eigenaar is mevrouw Nienke Schralen uit Oude Haske. Nu gevraagd om een paar overgangen te maken naar de arbeidsdraf. En weer terug naar de stap. Stappen en weer aandraven. En dat mag je nog een paar keer herhalen. Joppe is een sport-elite-hengst. Rijdt lichte toer, is uitgekomen in de eredeklasse met vele winstpunten.
mag zich nu een paar passen verruimen. Dat mag nog één keer. Je mag in de linker galop aanspringen. Je mag hier nou in de linker galop aanspringen. Beide lange zijden een paar passen verruimen. Stap overgaan en dan van hand veranderen. Nu is de presentatie aan de rechterhand. Overgangen naar de draf. En weer terug naar de stap. En dat een paar keer. Aan de lange zijde mag je een paar passen verruimen. In de linker galop aanspringen en ook een paar passen verruimen. Nog één keer verruimen en daarna mag je overgaan naar de arbeidsdraf. Diederik mag nu de hengst joppen op een eigen keuze zijn oefeningen laten zien. Hij krijgt hier ongeveer 5 minuten de tijd voor. Waarvan hij zelf denkt dat het paard het beste is. Dat zal hij nu laten zien aan ons.
Dit was de presentatie van Joppe. Joppe heeft onder Diederik van Silvoud zijn beste bandje voorgezet. Mooie wissels, passage, travers, heeft alles laten zien. Hij wordt bedankt voor deze presentatie. En dan krijgen we nu in de baan Kanjer Ter Meer. Leuk is dat beide paarden ooit zijn genomineerd voor paard van het jaar. Jop en Kanjer, oftewel Limited Edition, hebben toen gestreden voor die titel. Het is toen gewonnen door Kanjer Ter Meer. Kanjer Ter Meer komt nu de baan in, wordt gepresenteerd door zijn eigenaresse Judith Pietersen. Kanjer Ter Meer, oftewel Limited Edition, is een jonge Uldrik uit een Tjalke moeder. De fokker is P. Meer uit Rijnberg. En de eigenaresse rijdt het paard. Ook Limited Edition is hier omdat hij uitmuntend scoort in de sport. Deze hengst is 9 jaar. En Herman zal hem vragen wat overgangen te rijden. Eerst wat korte overgangen, stap, draf, weer terug. Stap, weer even draven. Je mag nu in draaf blijven en neemt de lange zijde een paar passen te verruimen. Nog één keer een paar passen verruimen en dan mag hij overgaan naar de linker galop. Ook hier mag hij op de beide lange zijden een paar passen verruimen. Dan mag hij terug naar de draf en naar de stap.
En mag ik van hand veranderen. Ook hier enkele passen verruimen aan de lange zijde. Nou, eerst even terug naar stap. Hij mag nou in draf blijven. En aan de lange zijde de draf een beetje te activeren. Nu volgt de rechtergalop. Bij de lange zijde mag je een paar passen verruimen. Overgang naar de arbeidsdraf. Zoals we op het achterterrein gesproken hebben, heb je nu de vrijheid om de komende 5 minuten in te vullen naar je eigen inzicht. De komende 5 minuten mag Judith Pietersen naar eigen inzicht. Kan je het er meer presenteren? Waarvan ze denkt dat de beste manier kan.
Dit was de presentatie van Judith Pietersen met Kanje Termeer, oftewel Limited Edition. De 9-jarige Ulrik Kitsjalke. Er is nu zometeen een pauze en daarna gaat de jury verder met de veterinaire inspectie van de jonge hengsten. Aan het einde van de dag zullen ze dan bekendmaken welke paarden hier blijven. Van deze jonge hengsten die we vanmorgen allemaal gepresenteerd zijn. En van de 2 hengsten die aangemeld zijn voor het verkort onderzoek, Joppe en Limited Edition, volgt ook de uitslag aan het einde van de middag of zij de laatste 2 weken mogen instromen van het centraal onderzoek. Het centraal onderzoek zal 70 dagen duren. We hebben op zaterdag 19 oktober de eindbeoordeling onder het zadel. En dan hebben we op 14 november de eindbeoordeling. En dat zal aangespannen zijn. Het wordt een spannende tijd. Het zal een afvalrace worden. Maar we wensen ze allemaal veel succes. En aan het einde van de dag maken wij alles bekend op onze website friso.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.